Hallo en welkom in de Gouden Eeuw, toen Nederland het rijkste en belangrijkste land van de wereld was. Wow! Vanavond hebben we een wel heel bijzondere gast. Ze is ontelbaar vaak geportretteerd door de grootste schilder van de eeuw. Eigenlijk is ze al dood sinds, 1663, maar voor ons maakt ze een uitzondering. Hier is de one and only Hendrikje Stoffels! Wow! Heerlijk om hier te zijn, echt waar. Oh, dat is zo fijn. Nou, Hendrikje, ga lekker zitten. Ja. Dankjewel, dankjewel. Hoi. Oh, zo. Hendrikje, we kennen jou als de laatste vrouw van Rembrandt van Rijn. Klopt, ja, klopt. Ik was zijn muze, zijn grote liefde, zijn grote model. Ja. Kijk, want dit ben jij. Ja. En dit ben jij ook. En dit... Met je rok omhoog. Nou, toen was ik nog jong, hè. Oh, wat was ik toen nog jong, zeg. Vier even terug alweer. Time flies, Dorien. Hendrikje, jij was Rembrandts laatste vrouw, maar je begon als zijn huishoudster. Nou, misschien heel even in het begin, hoor. Maar daarna was ik echt mevrouw Rembrandt. Ja, maar jullie zijn nooit getrouwd, toch? Hè? Jij was toch zijn buitenechtelijke affaire? Ik vind het zo fijn om hier te zijn. Heb ik dat al gezegd? Echt zo super fijn. Hallo! Applaus voor Hendrikje! Nee. Heb je een wijntje? Ja. Ook u kunt leren schilderen als een oude meester. Ga mee zo'n gezellig weekendlang aquarel schilderen onder leiding van een oude meester. Of een hele week lang natuurlandschappen schilderen met Frans Hals. Lekker de natuur in en leren kijken en je penseel gebruiken. En je gevoelens op het doek te krijgen. Ik had nooit gedacht dat ik zou kunnen leren schilderen. En kijk me nou eens. Ik wist niet dat je zoveel lol kon hebben met een groep schilders. Schilderen is echt cool. Dus ik zeg... Ja! Ik wil! Meld je ook aan bij Johannes Vermeer op de Vermeerstraat nummer 23... of bij Van der Helst op de derde Van der Helststraat nummer 48... en word ook zo'n oude meester. Ik zeg, doen! Schilderen is eigenlijk heel makkelijk. Ik denk dat ik ook een oude meester ga worden. Lukt je zo? Een oude zeur ben je al.